Kijk naar het weersjournaal van Weerplaza. Een heel gemengd beeld vandaag boven Nederland met flinke stapelwolken waaruit ook behoorlijke buien vielen. En daartussendoor felle opklaringen. En dat leverde de prachtigste plaatjes op van echte Typische Hollandse wolkenluchten. Nou, dat beeld gaat de komende uren langzaamaan wel veranderen. Want die bewolking gaat langzaam plaatsmaken voor steeds meer opklaringen en de buien gaan verdwijnen. Temperatuur in de avond zo'n 7 of 8 graden. In de nacht dalend naar een graad of 4. Met hier en daar wat nevel. In het zuiden het langs de opklaringen. In het noorden wat meer wolkenvelden. En met die wolkenvelden hebben we morgenochtend in een groot deel van het land te maken. Daarna, in de loop van de dag, breekt de zon weer wat vaker door. Het blijft in elk geval droog. En het wordt slechts 9 tot 12 graden. Daarbij ook nog eens een stevige noordelijke wind. Over het algemeen zal die wind matig zijn kracht 4 zowel in de kustgebieden als in het binnenland maar die wind zorgt er wel voor dat het voor het gevoel duidelijk nog wat frisser is. Dan de dagen daarna gaat het weer toch wel weer langzaam aan veranderen, want we krijgen te maken met veel zon op de woensdag. Donderdag is de warmste dag voorlopig met een graad of 17. Dan beginnen we de dag nog met zonneschijn, maar later op de dag kan er wat regen vallen. Die regen maakt in de loop van vrijdag alweer plaats voor opklaringen, maar vrijdag is het dan wel weer minder zacht met 13 graden. De lange termijn laat zien dat de temperatuur langzaamaan wat omhoog gaat. Na de dip van vrijdag stijgt het kwik in het paasweekende tot 15 graden of meer, met zelfs kansen. Op een keertje temperaturen dicht bij de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl